Goed, hier een beetje extra uitleg over de present simple. Ik ga het allemaal nog eens overlopen. En dan moet je het maar eens bekijken en dan maak je de extra oefeningen. Je kunt die oefeningen ook altijd afgeven, zoals ik jullie al heb gezegd en heb gestuurd. Zo, ik ga dat helemaal in het Nederlands doen. Dat is iets gemakkelijker. We beginnen hier met te bekijken wanneer we de present simple gebruiken. Dus je gebruikt die om te praten over gewoontes en dingen die je vaak doet. Ook dingen die altijd waar zijn, zoals water kookt op 100 graden. Nu, je ziet hier de dagen van de week, de uren, hoe dat je dat gebruikt. Dat is voor deze toets eigenlijk nog niet belangrijk. Ik geef u dat al mee, maar je moet dat nog niet kennen voor deze toets. Dus we gaan nu verder naar wat er echt belangrijk is. De vorming van de present simple. Dit zijn de positive statements. Positief zijn dus gewoon de bevestigende zinnen. Ik ga naar de winkel. Wij zitten op school. Zo'n dingen. Begin met de vorm. Je ziet dat alleen de derde persoon enkelvoud anders is. De rest heeft allemaal dezelfde vorm. Dat is altijd zo. Nu, hoe zit dat met de derde persoon enkelvoud? Dat is vaak de infinitief zonder to, plus een s. Je weet hier, je hebt hier allemaal infinitieven. To go, to do, to miss, to watch, to buzz en zo verder. Als je die wilt gebruiken in een zin, moet je daar die een to altijd van afhalen. Anders kun je dat niet gebruiken met een van je onderwerpen hier. Een eerste uitzondering is werkwoorden die dat eindigen op een o. Daar gaat je niet gewoon een s aan plakken. Maar ES, dan klinkt dat beter. Dat is altijd het belangrijkste. Dat klinkt dan gewoon beter. In plaats van he goes, wordt het dus he goes. Dus je plakt daar ES aan vast. De verbs ending in a hissing sound, dat is de S-klank. Ik heb hier een fout gemaakt. Ik ga dat even verbeteren, dan zien jullie dat ook. Infinitive plus ES wordt dat ook. Dus je ziet hier... Miss to watch, als je daar gewoon een S aan zou plakken, dan zou dat zijn to miss, to watch, to buzz. Dat klinkt niet. Wat gaat je doen? Je plakt daar ES aan vast en dan klinkt dat wel. She never misses. Voor de rest wordt dat I miss, you miss, we miss, you miss en they miss. Dat blijft zo. Volgende regel, verbs ending in a consonant plus Y. Consonant is een klinker. Een medeklinker, sorry. A consonant is een medeklinker, dus medeklinker plus y, zoals je hier ziet, de r en de d. De y valt weg en er komt ies. Dus he tries. Hier is het geen geval van makkelijke uitspraak, maar is het gewoon beter. Is dat gewoon de regel. Dus dat is heel belangrijk. Dat is de positive statements. Dan, staat hier nog eens, wat als je negatief wilt gaan? Ik heb het kadertje vanuit uw boek hier gekopieerd, maar ik heb daar iets aangevuld. Dus als je uw zin negatief wilt maken, dus I get up, he goes to school, dan gaat je don't of do not tussen het onderwerp en het werkwoord zetten. Hier tussen gaat je dat zetten. En dan krijg je dit. Hier hetzelfde. Hier tussen. Dat is het. Natuurlijk, when het subject is a third person singular, dus als het he, she of it is, dan gaat je does not of doesn't gebruiken. Do not en don't is hetzelfde. Dat is gewoon iets korter geschreven hier. Hetzelfde bij does not en doesn't. Doesn't is gewoon verkort. Bij to be, can en have got gaat dat een beetje anders zijn. En hier zie je de vormen die je daarvan hebt. Van buiten leren, is het enige dat ik u kan meegeven. Dan, naar de vragen, yes-no questions, ja-nee vragen. Weer dat stappenplan hier. Je vertrekt vanuit je positive statement. Je gaat dan do of does, plus je onderwerp, plus je infinitief zonder to, en de rest van de zin. Dus you get up at 7 a.m. You komt hier, do komt van voor, en het wordt do you get up at 7 a.m. En natuurlijk moet je dan ook nog een vraagteken toevoegen. Bij to be, can en have got is dit ook anders.
Dat is eigenlijk iets gemakkelijker. Je gaat do of does niet gebruiken, maar je gaat gewoon de vorm omdraaien. In plaats van dat je zegt I am a student, wordt het am I a student. En zo verder. Ik heb al gezegd in de klas dat je op die ja-nee vragen niet gewoon ja of nee mag antwoorden, maar je mag ook niet te volledig zijn. Dus wat gaan ze doen in het Engels? Yes plus subject plus do of does. En in negatief kan je dat ook zeggen. Dat is het. Subject is onderwerp. Dus bijvoorbeeld bij de zin do you get up at 7 a.m. Als het antwoord daar ja is, zeg je yes I do. Of no I don't. Bij to be, bij can and have got is dat weer anders. Dan ga je gewoon zeggen yes I am. Dus daar heb je die do eigenlijk helemaal niet nodig. Niet in de negatieve zin en niet in de vragen of de short answers. Voilà, dat is de uitleg. Maak nu die oefeningen die hieronder staan aan de hand van die stappenplannen. Het is wel de bedoeling dat je die regeltjes van buiten kent, maar leer ermee werken. Eerste oefening hier gaat over de positieve zinnen. Bij jullie staat hier positive statements. Ik zal dat er eens direct bij zetten, tekstvak. Dat is heel belangrijk. Hier ga je positive sentences gebruiken. Voilà. En dan de volgende oefening is allemaal negative. Gaat een raar tekstje worden, maar gewoon de negatieve vorm gebruiken. En hier zie je allemaal positieve zinnen. Je gaat daar een vraag van vormen en dan ga je een kort antwoord over de vraag, kort antwoord geven op de vraag, maar het begin is al gegeven.